ik zometeen een tentamen. Mijn trein gaat om 11:15, dus nu 11:15. Ik ben net op school geweest, dat is trouwens mijn school. Ik heb vandaag een nieuwe jurk aan en dit is die ene jurk die ik toen heb gekocht. Oh, kijk naar dit hoofdgerei. We have fries. Goedemorgen mensen, het is vandaag maandag en ik heb zometeen een tentamen. Om 12:40 en het is nu 12:23. Trouwens, mijn hele scherm is kapot, want ik heb mijn telefoon een keer laten vallen laatst. Maar ik ga hem een keer repareren. Maar ik ben dus mijn laatste stof aan het doornemen. Ja, en we hebben eigenlijk dat tentamen op een soort van speciaal programma. En het heet Test Vision. En er komt ook echt, zeg maar, je mag alleen dit open houden. Verder mag er niks openstaan op de computer. Er komt ook echt een camera. Je moet laten zien waar je zit, je omgeving. Nou ja, je klapblaadje, dat er zeg maar niks op staat. Dat je gewoon een rekenmachine hebt. Een normale rekenmachine. Ja. Stress, want al die rekensommen. Ik heb zeg maar niet echt economie gehad op mijn middelbare school. Dus ja, snap je? Ik ben heel erg benieuwd. Dit is mijn outfit. Ik heb letterlijk alleen een grote trui aan. En ja. Oké, ik ga nog de laatste stof doornemen. En dan film ik wel weer na mijn tentamen. Want ik mag denk ik niet vloggen tussen mijn tentamen door. En ik heb mijn tentamen net gehad. Hij was op zich best wel moeilijk. Maar ik hoop dat ik het goed heb gedaan. En ik ga nu naar de stad toe. In dit tasje mee. Ik heb me even omgekleed in deze hele leuke dikke jurk. Want het is lekker koud nu. En ik heb mijn nieuwe hoed. I don't know, ik dacht het is koud buiten. En ik wil deze hoed gewoon aandoen. En ik ben nu aan het shoppen. En ik heb een hele leuke jurk gekocht. Twee eigenlijk. Maar het is een beetje awkward om in winkels te vloggen. Twee met een mondkapje en zo. Het is een beetje onhandig. Maar ik laat wel een keertje zien welke als ik ze aan heb. En het is op zich nog, het wordt een beetje mooi weer. Blauwe lucht komt. En we gaan nu naar de Ici Paris. Oké, ik ben net thuis van het shoppen. Ik heb allerlei superleuke dingen gekocht. En nu ga ik boerenkoolchips maken voor de eerste keer ever. Maar ik heb boerenkool gekocht. En blijkbaar is het alleen maar olijfolie, zout en dan doe je het in de oven. En dan krijg je boerenkoolchips. En ik hou van chips, maar ik wil er een gezonde variant op verzinnen. Dus ik dacht, ik ga dit voor de eerste keer uitproberen. Dus ik laat jullie straks wel zien hoe het er ongeveer uit komt te zien. Ik hoop goed en ik hoop dat het lekker is. Maar ik ga experimenteren in de keuken hiermee. En dit is hoe de boerenkoolchips eruit zien. Het is echt heel lekker en ze zijn zo knapperig. Hier, wacht. Kijk. Echt heel knapperig. Ze zijn heel lekker. Goedemorgen mensen. Het is vandaag dinsdag. En ik ga vandaag naar Utrecht toe. Want we gaan vandaag een opdracht doen voor school. Ik heb vandaag mijn nieuwe lipstift op. En ik ga hem nu opzoeken. Van B, I guess. Creative make-up. En hij heet Revenge 004. En hij ziet er dus zo uit. Hij is echt heel mooi donker. En nou ja, ik ga dus zometeen naar Utrecht. En dan gaan we een groepsproject maken en filmen. En ik ga een vegetarische of veganistische burger maken. Zonder vlees, want dat is deel van de opdracht. We maken een filmpje voor het WNF. En daarmee willen we vertellen hoe slecht het is voor het voedselsysteem om vlees te eten. Dus ja, dat ga ik zometeen doen. Ik weet niet wat mijn haar is. Want mijn haar is like, niet stijl, niet krullen. I don't know. Dus ja, ik probeer daar ook maar wat mee te doen vandaag. En dan ga ik nu naar beneden en ik ga thee drinken. En dan neem ik jullie mee naar het station. Dit is trouwens mijn outfit of today. Een zwarte leren broek. Dit zwart topje met een cool trui. Alleen dit is dan zeg maar gaas. En mijn Valentino riem. Dus ja. Ik ben nu in Utrecht. Ik heb een smoothie met mango en spinazie. En ik wacht nu op de bus. En dan ga ik naar het huis waar we gaan filmen. Goedemorgen mensen. Ik heb best wel weinig gevlogd deze week. Want ik was ziek.
En ik had tentamens en een project en een portfolio die ik in moest leveren. Dus ik was best wel druk deze week. Maar het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag naar school. En ik ga vandaag naar de Apple reparatiecentrum. Want mijn telefoon is zeg maar kapot gevallen. Dus ik ga mijn schermen repareren vandaag. Ik heb een afspraak om 14:45 en ik heb les om 14:30. Dus ik hoop dat ik dat gewoon red. Want de Apple zit op het Leidseplein en mijn school zit op Weesperplein. Maar het komt vast wel goed, er rijden zoveel trams. Dus ik heb vandaag mijn haar gekruld. En dat heb ik best wel lang niet gedaan. Dus dat vind ik eigenlijk best wel heel erg leuk. Ik heb vandaag deze witte kooltrui en een zwarte broek. Eigenlijk heel casual, maar wel mijn nieuwe sieraden. Deze ring. En het is zeg maar een slang. Nee, Siri, niet doen. Dus dit is zeg maar een slang. En ik heb hier deze. Hier zijn een paar tv-shows. Ted Lasso. Agents of S.H.I.E.L.D. The Real Hood Star Wars. Dus. En ik heb deze nieuwe oorbellen. En dus deze ring. En deze ring. En het zijn allemaal nieuwe sieraden. Dus ik ben helemaal happy. Ik ga nu even water. Ik ga nu water met citroen maken. Want ik drink eigenlijk in de ochtend altijd water met citroen. Alleen kan ik dit niet met mijn camera in mijn handen. Dus ik doe jullie even weg en dan ga ik dit doen. En voilà, ik heb water met citroen. En mijn trein gaat om 10:45, dus nu 10:45. Dus ik ga dit even opdrinken. En dan denk ik eigenlijk dat ik ga ontbijten in de trein. Ik denk dat ik gewoon een banaan meeneem, een sinaasappel en een mandarijn. Goeie vitamine C. Ik ben nog steeds helemaal verliefd op mijn blond haar trouwens. I love it. En ik verzorg het nu beter. Ik krul het minder. Omdat het is hitbescherming. Hitte, hoe zeg je dat? Ja, hittebescherming. En ik gebruik nu een Olaplex treatment shampoo. En het ziet er nu al zoveel gezonder uit. Zeg maar, het is nog steeds best wel droog. Want I mean, ik heb het 2 keer gebleekt. Maar het ziet er nu al veel bouncier uit. En veel gezonder. Dus daar ben ik heel blij mee. Mijn haar is wel dunner geworden na het blonderen. Dat ook. Maar ja, ach ja. Wanneer je blond wil gaan, wie, hoe zegt ze dat altijd? Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden of zo? I don't know. Ik ga gewoon dit drinken en anders kom ik te laat voor mijn trein. Ciao! Oké, mensen, ik zit nu in de trein, in de internationale trein. En we zijn nu bij Amersfoort. Dus bijna in Amsterdam. Dat mondkapje. En ik ben een bekende tegengekomen hier. En hij is nu koffie aan het halen. Maar wij gaan zo meteen naar een... ik wil dus zeg maar een plekje vinden in Amsterdam om te wonen en te werken. En hij kent dus iemand die een restaurant heeft en die dat misschien kan regelen. Dus daar ga ik vanmiddag na school naartoe. En ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben net op school geweest. Dat is trouwens mijn school. Ja. Ik had oprecht maar een half uur les. En nu ga ik rennen naar het Waterloopplein. En dan heb ik dat gesprek bij dat restaurant. En dan hoop ik dat ik iets kan krijgen. Waar ik kan wonen in Amsterdam. I hope so. Ik moet hier altijd uitkijken of ik niet aangereden word. Ja, ik zit in de trein terug. Ik heb water. Ik heb eigenlijk de hele dag dingen gedaan. Dus ik heb eigenlijk niet kunnen vloggen. Ik was echt aan het rennen van school naar dit, naar dit, naar dit. Dit is Hodin. Hij heeft een eigen koekenbar in Almelo. Wat ik een keertje ga vloggen. De volgende keer dat ik daar kom, ga ik echt vloggen. Ja, dat is wel wat bedoeling. Ja, nee, maar het is heel leuk. Hij heeft zijn eigen cocktail, zijn hele cocktailkaart. Maar vertel eens even, wat heb jij vandaag allemaal meegemaakt? Ja, wat heb ik vandaag allemaal meegemaakt? Ik ben door hem, ik heb hem dus in de trein, op de heenweg. Heb ik hem, ben ik hem tegengekomen. En hij kende iemand die heeft een restaurant. Hij heeft meerdere restaurants in Amsterdam. 5 in totaal. En, Hartje Amsterdam. Ja, hartje. Echt in de Jordaan, zeg maar. Echt hartje centrum Amsterdam. En toen ben ik daar, toen heb ik koffie gedronken met hun. En ik ga daar nu werken. Met Peter nu. En we hebben daar dus een soort van plekje waar we dus kunnen zijn tot met februari.
Dus ik heb met een paar die van de volgende week. In de Jordaan. Midden in de Jordaan. Midden in de Jordaan. Heel nice. Ja. En we gaan volgende week maandag kijken. Goedemiddag mensen, het is vandaag middag. En ja, het is vrijdag. Kan je denk ik zien aan hoe ik eruit zie. Ik heb vandaag een nieuwe jurk aan. En dit is die ene jurk die ik toen heb gekocht toen ik ging shoppen laatst. Is deze jurk. Hij is heel leuk. Zo'n zebra print. Ik heb mijn haar gekruld. Ik heb mijn hakken in mijn handen. Ik heb mijn make-up gedaan. Mijn nieuwe oorbellen in. Dit zijn ook mijn nieuwe oorbellen. I love it. En ik ga vandaag uit eten met Marley. Nou ja, eerst testen. Dan uit eten met Marley. Dan ga ik naar de Stam. Dat is een café in Almelo. En Paisley en een vriend van hem komen er ook heen. En dan gaan we poelen. En we gaan gewoon een beetje uit. Misschien nog cocktails drinken vanavond. Het is vrijdag. En vanavond is die persconferentie. Dus ik ga gewoon genieten. Mijn tentamenweek is voorbij. Dus ik ga vieren. En ik ga fucking wonen in Amsterdam op de gracht. So I have to party. Dus ja, ik ga even naar beneden met mijn schoenen. Ik denk dat ik even snel iets ga lunchen. En om 4:45 heb ik de test. Dus dat duurt nog wel een uurtje of zo. Maar ja, doe je dat? Oh, kijk hier dit hoofd gereden. Ik zit hier wel rustig met mijn broek. Hallo mensen, het is vandaag zaterdag en het is eigenlijk al donker. Het is heel erg. En ik ben mijn camera gisteren vergeten om mee te nemen. Maar ik ben uit eten geweest met Marley en dat was super leuk. Maar het is nu 5 uur of zo, zoiets, 5:30. En ik ga nu naar Paisley toe, want we gaan samen boodschappen doen. En daarna gaan we samen koken en we gaan gewoon een avondje thuis op een zaterdagavond. Dat is ook wel fijn. Ik heb deze jurk aan vandaag. Ik heb niet echt heel veel make-up op, maar het licht is hier heel slecht. Dus als ik er daar uitzie of zo, dan... Weet jullie dat? En ik ga nu dus naar Paisley toe. En ik neem jullie mee. En we gaan boodschappen doen. En daarna gaan we lekker koken. Ik heb een pakketje binnengekregen van Ideal of Sweden. En ik heb een nieuw hoesje besteld. Want zoals je kunt zien is dit hoesje helemaal kapot. Dus ik ga nu even laten zien wat ik heb gekocht. En dit heb ik gekocht. Dit hele mooie hoesje. Neo Noir Croco. Dus dit is zeg maar een hoesje... Die zwart is. Met gouden accenten. En krokodillenprint. I mean, dit is helemaal... This is just me. Dit spreekt gewoon mij. En hierbij heb ik nog... Here's an early holiday gift. Oeh. 50% korting. Very nice. En ik heb nog een screen protector gekocht. En we zijn in de supermarkt. Hi. Wow. Oh, hij heeft trouwens nieuwe merchandise gisteren gekocht. En we zijn aan het koken. Is dit de eerste keer dat we samen koken? Nee. Ja, yeah. Yes. Yeah, it's kinda. We have fries. We have paprika. We have courgette. He prepares the fish. Mm-hmm. And we have fish and chips. Oh, and we have champignons. So it's gonna be very delicious. Oh. Okay. Yeah. Bloopers nummer 100, ik weet niet wat.